Yo mensen van YouTubers en welkom weer bij een nieuwe video op YouTubers. En vandaag spelen we een game. I know how you must feel. We gaan het wel zien. Alone. Jedi. Hopeless. Ik ben er niet alleen, Jonas is erbij. You probably deserve it. Maar die speelt niet, ja, die. But even for you, there is still a way. A way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. Finish it. Okay, we spelen vandaag The Layers of Fear. Dat is een horror game en schijnt het engste horrorspel ooit te zijn. En ja, zoals je misschien hebt kunnen horen, ben ik niet alleen. Jonas is erbij, alleen die kijkt alleen maar mee. En ik ga ook tips geven, Jan. Ik snap eigenlijk niet wat ik. Ach, kan ik dan niet wat stuur zetten, jongen? Ik hoor mijn eigen toch wel. Oké, zijn we klaar? Voilà. Oké, we zijn nu binnengedrongen in een huis. Ik weet niet wat de bedoeling is van die guy wie dat ik speel, waarom dat hij vrijwillig naar zo'n spookhuis komt. Maar we gaan eens zien wat we hier. Amai, is wel een rare manier dat ik dit doe. Oké, we gaan eens zien waar we. Ik moet. Wacht, ik ga even terug, misschien heb ik daar iets gemist. Wat is dat voor iets? Vliegen voor het frieten in te bakken. Dat is zo'n spel voor agressieve honden. Ah ja. Wacht, ligt er nog iets? Voor Chico. Nee, die is lief. Ja, precies niet, dan zullen we maar door dan. Ah, keuken. Oh, Fred. Ik moet dus dingen zoeken in alle kasten hier. Ik weet niet wie de fucker in dit huis woont. Of wie de fucker hier heeft gewoond. Allee, die zal misschien dood zijn, want het huis ziet er redelijk verlaten. Hè. Ik heb onze trailer gezien, het is blijkbaar het huis van een kunstenaar. Die dan volledig zot werd. En ik pijs dat die hier nog altijd rondloopt. Dus als ik een jumpscare krijg, dan. What the fuck, ik zie letterlijk geen zak. Wie staat die gast daar, ja? Wacht, hier zit een voorraadkamer. Maar ik denk niet dat ik daar moet zijn. Ik denk dat ik daar moet. Want ik kan hier verder natuurlijk. Waar moet ik beginnen met zoeken? Ja, ik vind er wel af en toe dingen. En ik heb wel een paar andere YouTube kanalen. Oh, licht eindelijk. Aha, de kelder. Kan ik niet rapper dan thuis? Holy shit. Oh. Hier is nog geen licht. Licht is hier misschien nog een schakelaar. Wat een creepy huis, man. Het is een beetje. Ah, wat? Is dat een poort of wat? Ja, het is een diploma als kunstenaar of zo. Ja, dat zal wel handig zijn. Is het er weer? Ah, schoon zat er. Ja, dat is een kaartje. Het spel is zeker creepy. Als hij kiest weer. Ja, dan denk ik dat we maar naar boven gaan. Waar is dat hier? Oh, dat is de badkamer. Heb ik een bad pakken, ja. Maar hier is nog stromend water op voor doen. Achilles. Dat is een naam. Ja. Oh, licht. Ja. Ah, lamp. Ja, het zorgt voor niet veel licht. Oh, ik kan mijn eigen spiegel bezien. Oké, okay, ik zie niks. Maar. Zie je nog licht? Nee, dat is een kast. Ah, nog licht.
ja. Maar nu zie ik. Ik heb geen spiegelbeeld. Oh, parfum. Dat is juist wat ik nodig heb. Ik pak dat serieus gewoon vast en ik leg het gewoon terug op wat ik van heb. Naar het wc. Ja. Je ziet er redelijk moeilijk uit, put. Kan ik serieus de wc aftrekken? Ja, het heeft precies geen effect. Een chauffage. Ja, dan gaan we maar door. Was er hier dan niks dat ik hem vermist? Gewoon, dan gaan we de trap op. Oh, check al die schilderijen. En zo heen. Hallo. Oh, een piano. Nou, gezellig piano spelen. Oh, want die schilderijen zijn creepy. Mag ik niet rustig piano spelen? Wat was dat? Volgens mij ga ik beginnen. Voilà. Hier komt de gast uit zijn kist, ja. Wacht, waar zou ik eerst naartoe gaan? Been working all night, don't wake me up. Ja, ik maak u wel wakker. Goedemorgen! Oh man, die muziek. Dat soort muziek is eng. Hallo. Oh, dat is fucking creepy muziek. Ik wil hier slapen. Oh, de muziek is opgehouden. Da! Ben je nog mellen? Kun je die kutflessen niet gewoon blijven staan? Ja, verder is er geen zak te vinden, precies. Ja, die deur is op slot. Dus er is een goede feest, hè? Ja, maar daar zie je tenminste niet om. Of stel de donker dan net, man. Oh, waar gaat eerst naartoe? Ik zie daar een deur, maar... Ah, ik kan er gewoon naartoe. Oh, dat is de kinderkamer, precies. Crazy, ben ik ben bang. Is er een baby in? Je kunt eigenlijk dingen meepakken, ja. Ja, ik zit hier gewoon dingen op te pakken en gelijk weer neer te leggen, dus ik weet niet wat de bedoeling is. Gewoon een beetje rondlopen, hè. Ja, ik kan hier precies niks vastpakken. Oh, rammelaars. Kan de lamp. Tof speeltje. Ja, stop maar. Oké, dan prachtige foto van een keu of zo. Is hier een deur die open? Nee, die is dicht. Dan hebben we nog één keuze over. Dan gaan we hier naartoe. Dat is een bureau. Amai, check die foto een keer. Oh ja. Dat is hier glas. Ja, wat moet ik nu doen? Ik heb wel een sleutel gevonden. Eens zien op welke sleutel dat die, op welke deur dat die sleutel past. Oké. Laten we beginnen bij deze. In de boer. Precies, die niet. Heb ik daar zo gezien. Ah, nu zijn we hier. In de lift. Ah, we zijn hier precies in de schilderkamer. Allee, doe maar open. Allemaal flessen van een zwaper was dat. Een wolfzaperke. Oh, maar kwasten. Ah, ik heb gezien dat ik hier... Daarom? Dat ook ik van af kon trekken. Je kunt zelf een beetje schilderen, put.
Ja, verder is het precies niks. Nou, wat moet ik nu doen? What the fuck? Die kamer is veranderd. Huh? Normaal was hier de inkomhal. Die kamer is veranderd, godverdomme. Fuck. Oh my god, dit was eng. Die zijn weer op slot. En wat moet ik nu doen? Ik zit erop gesloten. Ook op slot. Jongen, die enkele deur los. Ja, die deur waar ik uitkom is ook vast. Is er een kast of zo? Oh man. We gaan maar niet doen verschieten, een kutspel. Ah, nu zien we eens los. Ja, had even een straatbreuk. Jongen, ik word hier gewoon naar kamer, van kamer. What the fuck, een code? Oh, is dat er, ja? Maar ik weet het toch geen code. Dan moet je zoeken, broer. Nou, waarschijnlijk. Ah, toch een klein. Oh! Wow, what's happened? Daar is het nu. Kijk, mensen, ga maar zitten. In die schilderij staat blijkbaar de code. 6485. Ja, maar jammer dat we nog niet hebben gezien. Kom jij er nog naar de escape room? Wat hè? En ze komt toch nog naar de escape room online. Ik weet niet, misschien. Wat hebben we hier? Oh, een ring. Oh. Oké, okay, punten zijn raak. 10 leveren die ring, ja. Will you marry me? Homo! Okay. Oh man, nu staat er ineens een deur. Never forget. Dat soort dingen. Dit is crazy. Oh my god. Dat is eng. Een schommelstoel dat marcheert. Man, sta stil alsjeblieft. Oh, oh my god, that's a crazy game here. Dat gekraak bevalt me niks. Oh yes, that is a crazy game. Oh, nu zijn we al die kamers veranderen gewoon. Dan zit ik hier gewoon te draaien aan een wereldbol. Kan ik hem niet open doen of zo? Nee. Oh, zie een keer een pop. Ah! Oh, een lichtknop. Oh! Jezus! Nou was ik wel even verschoten. Ik werd onverwachts door de grond gezakt. We hebben een hendel. Wacht, zijn we hier? Dit is een crazy game, mensen. Wacht, we zijn hier terug. Maar nu hangt er een pop op dat gewaar. We zijn terug bij dezelfde scène aangekomen. Oh man, een lange. Snappen, weet je hem? Een lange kamer. Dat bevalt me niks. Is het jouw rijking? Laten we. Oh! Paint deep lies. Please, 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 please. Oh, zijn er ook enige geladen ofzo? What the fuck? Ja, dat is er zeker. Ik kroop daar een rat in het vuur. Wat een zot. Oh. Ah. Wacht even, kaarsen? Nee. Ah! Oh man. Ah, dit is een eng spel. Oh nee. Een blijtend. Oh,
We kijken zo naar het zelfs, ne? Oh, nu ben ik weer in de keuken. Man, dat is hier creepy as fuck. Dat je zomaar uit niks naar andere kamers wordt geswitcht. Ja, die ja deur, kijk eens. Die deur is wel dicht. Dat was er juist. Zou je ook naar buiten kunnen eigenlijk? Ja, uiteindelijk zal ik toch moeten ontsnappen. Hè. Dat is wel random, maar dan had er niemand uit de raam. Viel er nu een appel uit de muur? Wat gebeurt daar? Wordt op de deur geklopt? Open het. Op de deur, ja. Huh? Een mes? Oh! Een mes, ja. Oh, oh. Je moet weggaan, jong. Dat valt om. We gaan maar pretzel, jongen. We vallen allemaal goed. First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Oh my god. Oh man, is dit donker, dat bevalt me helemaal niks. Oh mijn god, nu zijn we weer in zo'n kamer met een schilderij. Dat kan nooit goed zijn. Ik vraag me echt af waarom ik al die bazaar opraap. Ik heb er niks aan. Oh, wat doe ik? What the fuck? Oh, what the fuck, dat schilderij is veranderd. Wat zit erachter? Een lift! Ik heb echt geen goesting om een lift te pakken, mensen, maar ja, ik denk dat er niks anders op zit. Als ik in zo'n huis zit, in real life, zal ik nooit een lift pakken. Oké, dicht. Ja, wat zullen we pakken? Ja, we zullen maar... Oké, precies kon ik maar aan één kant. Ik hoor voetstappen. Oh! Oh! Fuck? Heb je dat zien lopen, jong? Dat is een crazy out. Oh, daar was iemand aan het stappen. Oh, fuck. Dat is de eerste keer dat ik iemand zie. Oké, we gaan terug. Weg. Oh, ik hou niet van deze kamers. Met al die verschillende deuren. Nou, dat is ook op slot. Dat is ook op slot. Ja, er zit dus niks in. Crazy mensen. Nou, die is ook op slot. Ik zie hier een stoel. Ah, een sleutel. Nu kan ik een van de deuren openen. Wait a second. Is dat hier weer veranderd? Ik hoor iemand piano spelen. Ja, die kan niet open. Dan zal het een dier zijn. Ja, zo te zien wel. Nou, hier is niks te zien precies. Oké, dan gaan we door naar de volgende deur. Nee, weer. Weer op slot. Dat is weer een kast vol met boeken. Wat trap ik er omhoog? Oh, ik zit op de zolder precies. Vuur. Crazy. Oh, die gaat erdoor, ja. Ja, ik denk het. Voorzichtig. Weg van hier voordat ik door de... Oh. Het wordt enger en enger. Waarom al die boeken altijd? We hebben hier gelijk weer een deur. Oh! Oeh. Dat was onverwachts. Maar ik kan er nog tegenaan. Oeh, ben ik gevaarlijk? Achter was hier nog een deur.
Inderdaad, mensen. We gaan nog even door. Ik kan het nog wel even aan. Het is niet dat ik... Inderdaad, mensen. Het is niet dat ik... Je niet abonneren op ons kanaal, mensen. What's going on? En check even mijn website. Hey, waar is dit? Oh, what the fuck? What the fuck, ik kan niet meer terug. Extra... Oh man. Een hond. What the fuck? Dat geblaf kan komt uit de schilderij. What the fuck? Crazy spell, mensen. Maar ja, mensen. Ik denk toch dat dit genoeg is voor een eerste aflevering. Volgende aflevering gaan we uiteraard door. Nou, we zitten video. Joris was erbij, gewoon om een beetje mee te zien. Ja. Als je hem veel gehoord hebt, want ik heb hem eigenlijk niet veel gehoord. Dat is toch goed? Ja, maar goed. Tot nu toe alles gezien. Ja, helemaal nog niet zo. Oké, mensen, dit was de video van Layers of Fear. Ik vind het echt een... Het is echt legit een... heel creepy spel. Dat het de engste game ooit gemokt is. Dat denk ik wel dat dat klopt. Ne? Maar in ieder geval, dit was de video voor vandaag. Like en abonneer en ciao. Later.